Kan mijn Pokémon Shiny Only Team Nemona nu ook verslaan? Ik heb Shiny Azumarill, Shiny Magnezone, Shiny Sceptile, Shiny Jumpluff, Shiny Dragapult en Shiny Corviknight. We hebben Cassiopeia, a.k.a. Penny, al verslagen. We hebben al van de Elite Four gewonnen. Maar hey, Nemona, dat is de echte test. Ik begin met Azumarill, want ik weet dat zij met Lycanroc gaat beginnen. Mag ik nog een keer vragen voor jullie support? Knal de duimpjes omhoog als je van deze Shiny Only Challenge hebt genoten. Laat het weten in de comments wat je het leukste moment vond tijdens deze Shiny Only Challenge. En abonneer als je van Nintendo houdt, want dan moet je sowieso op dit kanaal zijn. Want dit kanaal draait alleen maar om Nintendo games, zoals jullie weten. En Nemona, die is al een showtje aan het opvoeren. En die zegt, ik heb hier zoveel zin in. Eindelijk kan ik nu all-out tegen jou gaan battelen. Iedereen is erbij. Alle matties en matterinnen. Ze zijn er allemaal. The stage is set. Zoals Nemona zegt. It's my all-out power. Let's go. De pokeballs worden gegooid. En ze heeft nog steeds mooie groene plukjes in haar. En daar gaan we. Lycanroc. Ja, die gaat volgens mij als eerst Stealth Rock gebruiken. Zodat al mijn Pokémon damage krijgen als ze de arena betreden. Dat is een beetje vervelend, Nemona. Ik vind dat eigenlijk helemaal niet zo leuk dat jij dat doet. Dus het mooiste zou zijn als ik Lycanroc met één klap uit kan schakelen. Oeh, die superpower misschien, hè? Zal ik het er gewoon op wagen? We gaan er gewoon voor. Oh, nee. Ah, hij is sowieso sneller met Stealth Rock. Misschien is dat een move die sowieso als eerst gaat. Ik denk het niet, hoor, trouwens. Maar, nou ja, hè? Gaan we Lycanroc in één keer uitschakelen? Dat wel. Die is wel in één keer weg. Hoppakee, Nemona. 1-0 voor mij. Maar mijn attack en mijn defense is wel naar beneden. Dan moet ik nu tegen Palmo. Krijg ik trouwens geen XP of zo? Wat is dit? Ja, Palmo is wel heel lastig, want die kent een fighting move. Dus die kan mijn Magnezone ook kapot maken. En mijn Corviknight ook. Want met zijn electric type moves is die ook weer super effective voor Corviknight. En ja, Sceptile wordt ook gesloopt. En Azumarill natuurlijk ook door electric moves. Ik kan Azumarill misschien wel terrestrializen. Of ik probeer het eventjes met Dragapult. Ja, laten we voor Dragapult gaan. Let's go, Dragapult. Ja, ook zo vette shiny, jongen. Oh, ik ben wel echt blij dat we Dreepy hebben gevangen. We hebben er heel lang niks aan gehad. Maar nu, volgens mij nu, tegen de endgame aan, is het echt, is hij echt wel opgestaan. Ik ga voor Dragon Darts. Let's go. Hopelijk maak ik hem dan gewoon... Oh, nee, hij overleeft het, hè? Ja, hij gaat het sowieso overleven. Dat is jammer. Ice Punch! Deze Palmot, jongen. Dit is echt een... Oh! Die kan gewoon alles in mijn team counteren. Hij kent gewoon zelfs een ice move. Oké, ik ga hem sowieso raken. Ik ga hem niet missen. Dus dat is het einde van Palmot. Accuracy van 100. Dus Palmot is ook weg. Het staat er 2-0. Nu de Dunsparce. Oké, dan ga ik weer gebruik maken van Azumarill. Oh, ik ga die wel echt een beetje opfokken. Azumarill gaat weer superpower gebruiken. Zijn attack en zijn defense gaan weer verder naar beneden. Dus ik denk dat ik in de rest van de battle dan niet zo heel veel meer heb aan Azumarill. Hallo, de Dunsparce. Ja, ik krijg natuurlijk pijn door die steentjes. De steentjes van Lycanroc. Oh my gosh, hij is sneller. Oh, oké. Oké, die zag ik niet aankomen. De Dunsparce is gewoon sneller. Oh, hij overleeft het ook. Nou heb ik een move. Aqua Tail. Oh, ik dacht dat ik daarmee altijd sneller was. Maar dat is niet zo. Dat is dan een andere move. Ik dacht dat het Aqua Tail was. Maar helaas. Dan is Azumarill weg. Ja. Ja. Dan ga ik rustig aan Magnezone nu inzetten. Of had ik daarmee moeten wachten? Wat was ook alweer de start? Heb zij nou Quaquavel? Nou, we gaan het wel zien. Discharge. Oké, ik ben sneller. Cool. De Dunsparce is weg. Dan staat het 3-1. Maar ik moet wel zeggen, mijn Dragapult heeft ook wel behoorlijk pijn. Maar we liggen op schema. Nu tegen Orb. Ja, die moet ik eigenlijk met die flamethrower kapot gaan maken. Nou, maar misschien kan ik het ook wel met Magnezone gaan proberen. Hallo, Orbworm. Ik ga voor Discharge. Let's go. Oh my god. Orbworm kent Earthquake. Oh, daar gaat Magnezone. Ja, probleem. Oké, Dragapult, let's go. Ik ga jou wel even een potiontje meegeven, denk ik. Let's go. Max potion voor Dragapult. En hopelijk heeft Orbworm dan geen super effective dingen tegen mijn Dragapultje. Iron Tail. Oké, die overleven we. Dan flamethrower. Ik ben sneller, dus als ik hem nu niet versla, dan kan ik hem in de volgende beurt kapot maken. Ja, oké, ik leef nog. En dan is dit het einde van Orbworm. Goed gedaan, Dragapult. Lekker. Dan nu Goodra. Ja, en dan gaan we natuurlijk wel naar Sceptile. Dat is de volgende. Daar is die shiny Sceptile. En daar is Goodra. Wie zal sneller zijn, hè? Nou, ik ga gewoon voor Avalanche. Ik denk... Oh ja, inderdaad. Goodra is sneller. Jeetje, wat doet dat een pijn trouwens. Nou, als het goed is, ga ik hem wel in één keer slopen nu. Ja, lekker. Oké, Goodra is ook weg. Maar, oh man, die Dragapult
deed wel behoorlijk wat pijn, zeg. Dan nu tegen Quaquavel inderdaad. Ja, dan moet ik denk ik Magnezone even een max revive mee gaan geven. Daar is Quaquavel. Ja, die is wel sterk. Dat vind ik wel. Dit is altijd minder. Dit is nooit leuk. Heb ik een max revive? Nee, ik heb alleen normale revives. Oké. Dan een normale revive voor Magnezone. Dit zou nog wel eens een probleem kunnen worden, hoor. Bijvoorbeeld als Quaquavel ook gewoon fighting type moves heeft. Wat hij volgens mij ook heeft. Maar volgens mij terrestrialized mijn Magnezone naar een electric type. Ja, kijk, Brick Break. Ja, dit dacht ik al. Daar ging Z-Titan. Mag Corviknight ook even een klapje gaan vangen? En dan gaat er een Hyper Potion naar Magnezone. Even mijn team voorbereiden op deze clash met Quaquavel. Oh ja, Aqua Step. Dat is volgens mij een move die altijd als eerst gaat. Is dit fighting? Nee, dit is water, toch? Dit zou ik moeten kunnen overleven. Heel goed. En dan gebruik ik nog even een Max Potion voor Dragapult. Gewoon als backup. Dat we die Pokémon ook nog hebben. Ja, en dan moeten we deze starter Pokémon van mijn Nemona wel kunnen pakken met dit, Shiny Only team. Dat moet wel lukken. Ik denk dat mijn Corviknight nu wel uitgeschakeld is. Ja, dat is die inderdaad. Maar dit moet goed komen, jongens. Drie Pokémon over. Magnezone gaat terrestrializen. Dan is Brick Break in ieder geval niet meer super effectief. Terrestrialize. Ja, Zap Cannon heeft mijn accuracy van 50. Dat risico ga ik niet nemen. Ik ga gewoon voor Discharge. Let's go, Nemona. I'm going to slope ya. Aan Magnezone hebben we wel echt heel veel gehad in dit Shiny Only avontuur, hoor. Oh, kijk, nu doet hij in dat Brick Break. Die overleef ik gewoon netjes op deze manier. Doe ik een Discharge eroverheen. En dan gaan we kijken of Corviknight die overleeft. Nee hoor, één discharge is genoeg. En Nemona is weg. We hebben haar verslagen. Dat was haar laatste Pokémon. En dan denk je dat ze gaat huilen. Dat ze heel erg teleurgesteld is. Kijk, Poppy denkt het ook. Ja, iedereen denkt, oh nee. Oh, wat is er met Nemona aan de hand? Joehoe. Ja, het is je gelukt. Nee, ze is super blij. Je bent de sterkste trainer die er is, Rick. What? Super sportief van Nemona. Ze is alleen maar blij dat er iemand sterker is dan haarzelf. En ze houdt zo erg van battelen. Het liefst zou ze nog gelijk nog een battle doen, denk ik. Maar ja, nee, het is nu wel even genoeg geweest, Nemona. Handshake. Hell yeah. Zelfs Greedent in de achtergrond is er blij mee. Ja, en de trainers denken ook, ja, wat is hier nou allemaal gebeurd, joh? Wil ze nou gelijk ronde 2 gaan doen, potverdorie? Victory Road complete. Penny, die staat hier ook onderaan de trap nog even op ons te wachten. Die wil ook heel graag nog even met ons gesprekje. Die hadden we natuurlijk in de vorige Shiny Only video nog verslagen. Ik wil die tas, die is cool. Nee, ik wil hem eigenlijk niet. Maar ik vind hem wel cool. Ik wil die hoodie wel hebben van haar, die is wel vet. En Penny wil ons ook nog even van harte bedanken voor wat we hebben gedaan met Team Star. Ja, en jij ook bedankt, maar nu kunnen we natuurlijk met z'n allen naar Area Zero. Oh, ik krijg Draco Meteor. Oeh, eens even kijken wat dat ook alweer was. Doei, Pen. Bye, bye. Ga de Pokémon League maar helpen met hacken en zo. En dan is ook Starfall Street complete. Oké, Draco Meteor. 130 power, 90 accuracy. Ik kan hem 5 keer gebruiken. Maar mijn special attack gaat daardoor wel naar beneden. En mijn attack is sowieso hoger dan mijn special attack. Dus ik denk dat ik meer heb aan Dragon Darts. Dus ik ga Draco Meteor niet leren aan Dragapult. Anyways, we zijn nu bij de Poképath Lighthouse. Daar waar dat allemaal een beetje begon met mijn eerste shiny. En daar is ook Arvin. En zo zijn ze allemaal even langsgekomen in deze video. Nemona, Penny en Arvin. Dit laboratorium kwam hij altijd toen hij een kind was. Ja, we weten het. Oh, maar nu hebben we natuurlijk te maken met je vader. In plaats van met je moeder. Daar is papa! Hij lijkt een beetje op Alireza Jahanbax van Feyenoord. Ik heb een kat die heel graag op mijn schoot wil. Breng het Violet boekje naar de diepste dieptes van Area Zero. En daarvoor moeten we Arvin nog een keer battelen. Oké, maat. Let's go dan. Maar ik zeg toch, ik wil Mabo Stiff niet battelen. Maar ja, Mabo Stiff is weer helemaal de oude. Dus die wil heel graag meedoen. Let's go, Arvin. Arvin, begin met Greedentje. Nou, ik heb weer een Zoomeroos, dus ik ga weer eens die superpower doen. Daar beginnen we gewoon weer mee. Ja, ik ben wel level 66, hè, Arvin. Tegen jou level 58, Greedent. Ja, dat is niet heel moeilijk dan, hè. Zeker als ik dan toch een super effective move heb. Oh, hoppakee, nu krijg ik wel XP. Dan nu Toadscrew. Ja, dan gooi ik natuurlijk mijn Z-Titan. Deze moves zijn 4 keer super effective. Nou, hij begint wel met een Power Whip, dat die best sterk is, moet ik eerlijk toegeven. Ik gooi een Ice Spinner.
Ja, dan is het gewoon klaar. Hij is een ground en grass type Pokémon. Dus 4 keer super effective. Dat zijn mijn ice type moves. Scovillen dan nu. Ja, dan kan ik voor Corviknight gaan. En dan hopen dat ik sneller ben. Oké, let's go. We gaan het risico nemen. Scovillen kan natuurlijk mijn steel type Pokémon keihard verbranden. Maar aan de andere kant zijn flying type moves weer super effective op zijn gras type. Oh my god. Scovillen is gewoon sneller en heeft Fire Blast. Oh, ja, die is natuurlijk super sterk. Kom aan, Drill Pack. Lekker. Okay. Dit was een verrassingkie. Nice. Goed gespeeld. Oké, dan Garganackle. Okay, dat is een Rock-type Pokémon. Misschien dat Jumpluff eindelijk toch nog wat kan doen tegen Garganackle. Kom op, Jumpluffje. Jij bent mijn starter Pokémon. Ik wil heel graag dat jij het ook goed kan doen. Maar hij is wel groot. Ik ga niet liegen. Dit is echt een grote Pokémon. Je bent wel sneller met je Giga Drain. Oké, als je 1 klap overleeft, dan kan je winnen. Ja, lekker. Hij doet Stealth Rock. Goed gedaan, Jumpluff. Je hebt ook dan nog een Pokémon verslagen. Oké, ik moet niet op de feiten vooruit lopen, maar volgens mij is het wel zo. Ja, lekker man, Jumpluff. Gelukkig heeft Jumpluff ook nog een aandeel in deze video. We houden allemaal een klein beetje wel van Jumpluff, toch? Daar is het allemaal mee begonnen, deze challenge. Dan nu Cloyster. Een water- en een ijstype Pokémon. Ja, dan ga ik voor Magnezone. What up, Cloyster? Let's go, Discharge. Hoppakee. Nou, dit gaat wel makkelijk. Ik ben wel aardig wat leveltjes hoger. Ze hadden waarschijnlijk verwacht dat ik dit eerder in het verhaal zou doen. Had misschien ook wel handig geweest, omdat ik weer wat meer XP gehad. En dan ga ik voor Azumarill. Voor de Fairy-type moves natuurlijk van Azumarilltje. Oké, Terrestrialize maar. Play rough. Hoppakee. Maar ook Mabostiff gaat Terrestrialize. Hoppakee. Jammer genoeg een shiny Mabostiff. Niet heel bijzonder. Die is wat donkerder. Een beetje hetzelfde als Corviknight. Corviknight is wat lichter. En Mabostiff wordt juist wat donkerder. Een beetje zo'n nuance verschilletje. Oké, ik leg een play rough op mijn hoofd. Nou, dat is prima, want ik ben zelf ook een fairy type. Hoppakee. Oh my god, Mabostiff, je overleeft het gewoon. Sick. Respect voor jou, Mabo. Je bent echt superkrachtig geworden. Als je deze zelfs overleeft, nou ja, dan hoeven we inderdaad geen rekening meer met jou te houden. Dan ben je gewoon weer een volwaardige Pokémon die gewoon keihard kan battelen. Wat een ziek idee. Goed gedaan hoor, jongen. En Jumpluff gaat ook nog even naar level 65. Goed gedaan, Arven. Je Pokémon waren allemaal een paar leveltjes lager, maar alsnog heb je het best goed gedaan. En hij zegt, ja, we hebben wel wat support nodig voor Area Zero. We hebben backup nodig. Nou, die hebben we allebei al geregeld. We hebben Nemona en Penny. En de Path of Legends is ook complete. Nou, dat doen we even allemaal gewoon in deze video. Op naar de Zero Gate. Lekker een beetje klimmen. Oh, wacht. We moeten niet vanaf hier erin springen. We moeten blijkbaar die kant op. Oh ja, kijk, daar is de Zero Gate. Wow, wat vliegt hier, joh? Er vloog gewoon een Garchomp. What? Yo, wat doe jij hier, man? Hallo. Die vliegt hier gewoon even op de rand van de Zero Gate. Dit vind ik... Oh, dit gaat helemaal fout. Wat gebeurt hier? Azumarill. De game snapt niet helemaal meer wat er gebeurt. Hij doet een slash op mijn Azumarill die nergens te zien... Oh, daar komt hij. Azumarill komt uit het niks. Hij kon keihard naar voren springen. Dit is te grappig. Oké, dat ging even helemaal fout. Waar komt die vandaan, joh? Ik vond eigenlijk dat die gewoon shiny moest zijn. Terwijl we rustig afdalen naar de Zero Gate. Weet je wat, ik ga gewoon even hier hangen. Vraag ik jullie nogmaals voor die duimpjes. Laat even een reactie achter. We zijn bijna bij het einde. Dus abonneer voor meer Nintendo video's op dit kanaal. En dan zie ik jullie gewoon bij de volgende. Mazzel!